Jongens, wat ben ik toch weer trots op mijn prachtige standbeeldje. Ook al heb ik het niet zelf bedacht. Maar goed, wat leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag ben ik wedergekeerd in Content Veen. En ik ben van plan om dit prachtige marktpleintje hier even af te maken, jongens. Samen met jullie! Hohoho. Kijk eens, dit moet jij even doen. Jij moet even abonneren. En even liken. Reageer even waarom jij bent geabonneerd. Waarom zou je dat willen doen? Als je dat heel graag wil. Met een leuk verhaaltje, dan ga ik hem helemaal voor je lezen. Jongens, het is gratis. Maar goed, ik heb in de vorige aflevering dit pleintje hier gemaakt. En dan zou ik het restaurant gaan maken. Is niet gelukt, maar misschien ook dat deze aflevering wel ga doen. Hier moet even een villetje komen. Maar eerst ga ik even wat lekkere blokjes hier weer pakken. Want ik heb gewoon mijn werkstationnetje achtergelaten. Dus ik denk dat we dan wat hout nodig hebben. Misschien, nou, de props pakken we zo wel. Wat wol hebben we nodig. Ik denk dat ik een kraampje maak van niet oranje en rood. Ik denk dat ik nu andere kleuren gebruik. Geel en rood. Een soort McDonald's kleurtje. En dan doen we eerst nog een kraampje bouwen. En daarna wil ik, want ik denk dat ik hier echt het restaurant wil doen. Maar ik denk dat ik dat terrasje ook gewoon met wol wil hebben. Hier wilde ik de kruiwagen. Ik denk hier. Ik denk dat dit een leuke plek is voor een kraampje. En ik denk dat ik die gewoon nabouw, maar dan wat langer. Dus zo. Maar hij moet niet op dezelfde lijn zitten. Dat is ook niet echt heel mooi. Dat hij hier begint. Oh nee, trouwens, ik doe dat helemaal niet met dit hout. Ik doe dat met slabs of met stairs. Ik deed het zo. Oh, ik heb helemaal gewacht daarvoor. Ik moet toch even slabs maken. Alright, dan hebben wij wat slabs hier. Ik vind het zo leuk om aan dit pleintje te werken, jongens. Ik weet niet. Sommige dingen vind ik ook wel leuk om te bouwen. Maar dingen zoals dit, ik weet niet wat het is, hoor. Maar die zijn gewoon zo satisfying om aan te bouwen. Dat is gewoon zo chill. Kijk, en dit komt ongeveer wel perfect uit voor hier. Dat ziet er goed uit. Huh? We hebben bezoek, jongens. Oh, nee. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Wat is dit nou? Stop eens. Stop, hallo. Stoppen. Hey, ik ben nog weer naar het kasteel. Hoezo? Wacht, Robin, ben jij dat? Robin. Wie? Robin, hallo, kom hier. Waarom? Ik ben de koning. Deze hier. Koning is niet in het kasteel. Ik moet naar het kasteel. Oh my days. Kijk, jongens, ik denk dat het kraampje even moet wachten. Kijk, ik moet even uitvinden wat de fuck er gaande is. Meneer, Robin, ik hoor dat jij het bent. Stop. Wie is Robin? Jij, wat doe je hier? Ik heb pauze, we moeten naar het kasteel. Waarom moet je naar het kasteel? Er is... Hoe kom je aan dat dier? Wat doe je hier? Hé, hey, dat rijmt. Ik weet je, ik wacht wel op je in het kasteel. Hij wil zo graag naar het kasteel. Dan wachten we gewoon lekker hier op hem. A few moments later. Nou, daar heb je hem, hoor. Hey. Goed, kom binnen. Ja, dankjewel. Dus vind je welkom. Lange reis, schat, zie ik. Ja, best wel. Ik wil alsjeblieft niet zo dichtbij komen. Ik vind het wel een beetje eng. Kunt u het dier even buiten stallen? En dan lopend binnenkomen? Ja. Oh, wat klonk dat heel na. Jongens, laat even de reacties achter. Dit is toch gewoon Robin? Of heb ik het nou fout? Dit is... Hallo, lukt het? Ja, het is gelukt. Kom binnen. Ik heb een vergaderzaal. Heb ik helemaal gebouwd. Eindelijk een keer ga ik hem gebruiken. Ik weet niet wie je bent. Nou, ik weet wel wie je bent. Je bent gewoon Robin. Maar kom mee. Wat is er met mijn map gebeurd? Mijn map is weg. Hoe kan dat? Ik had hier een map van heel Content Veen. Heb je hem gestolen? Nee. Huh? Nee! Weet je hoeveel werk hierin zat? In deze map? Hoe kan dat nou weg zijn? Veel! Heel veel. Hé, maar ja, helaas is de map stuk, maar... Oké, ik speel even mee. Hoe heet je? Wat is je naam? Goeiedag. Hoe? Mijn naam is Frederik Jacobs. Er zit daar niemand. Oh. Oké, ga maar daar zitten, prima. Frederik Jacobs. Frederik Jacobs, inderdaad. En wat doe je hier? Ik bied hier mijn servers aan. Je servers? Wat voor kaashosting? Hey! Nee, maar serieus, wat bedoel je? Ik bied hier mijn servers aan. Je servers, je diensten? Ja. En dan... Waarom kon je dat niet gewoon daar beneden bij het plein zeggen? Omdat ik dat hoog... tegen de hoogste macht moest vertellen. Dat is hoog in de toren. Hoog in de toren, bij het kasteel. Dat was mijn opdracht. Van wie? Nee, ik ben eigenlijk ZZP'er. Oh, nee. Oh, dat is oké. Jij wil dus zeggen dat je niet Robin bent? Ik? Ja, jij ja. Oh, nee. Oké, nou prima. Kom mee, ik heb wel wat taken voor je, hoor. Maar gaat het tegen betaling? Wat denk je zelf? Nee. Oh. Ja, eigenlijk wel. Oh, hoe duur? Ja, valt wel mee. Oh, oké. Kom maar mee dan. Ik heb wel wat taken voor je. Oké. Kom maar aan. Oké. Nou, wat was de naam ook alweer? Frederik? Frederik Jacobs. Frederik Jacobs. Zie je die kerkbel daarboven? Ja. Die is blauw. Wacht even. Nee. Jawel. Hij is half blauw. Weet je wat het is? Ik vind hem niet zo mooi, blauw. Maar ik vind het echt een vreselijke taak om hem niet blauw te krijgen. Ja.
Wil jij hem voor mij? Je hebt 4 kleurtjes met kopen. Je hebt de meest normale kleur, het oranje. Dan heb je 1 kleurtje daarna, 1 kleurtje daarna, 1 kleurtje daarna. Ik wil hem de 1 kleurtje na het standaard oranje hebben. Weet je welke kleur ik bedoel? De tweede. De tweede, ja. De tweede kleur hebben. En dan de hele kerkbel. Kan jij dat voor mij doen? Je mag mijn bijen gebruiken. Ik heb een bijenfaciliteit daar beneden. Dat moet wel lukken, ja. Ja, en hoe duur is dat? Dat bespreken we daarna wel. Daarna? Ja. Het is hoe laat. Ja, ik schrijf het even op hoor. Oh, nou prima. Weet je, doe jij je ding? Haal me maar. Ik ben bij de markt, dan ga ik bouwen. Haal me maar op als het gelukt is, oké? Okay? Ja. Ja? Ja, is goed. Oké, weet je, ik vertrouw er eigenlijk gereed van, maar succes. Ja, dank je. Oké, jongens, wat was het? Ik ben de naam alweer. Oh ja, Frederik nog wat, die gaat mijn kerkbel even fixen. Ik vind het wel fijn, want ik vond het een vreselijk klusje om zelf te doen. En nu hoef ik het niet meer zelf te doen. Dus laten we hopen dat het geen scam is en dat ik niet belachelijk betaald moet gaan betalen aan overduidelijk Robin. Maar ja, dat zien we na afloop wel. I mean, ik vind het prima. Ik hoef dat stomme klusje dan niet meer zelf te doen. Ik heb gewoon net zo gebruikt als dat ik Jules de Max toen gebruikte, dat hij in mijn service zat. Ineens kwam deze man via de poort naar binnen lopen op een soort, ja, wat zo'n nether beest, weet je? Oké, maar laten wij eventjes dit gaan afbouwen. Want ik wil dit hele plein lekker volgestampt hebben met allemaal leuke, gezellige dingetjes. En ik wil het een beetje symmetrisch hebben met natuurlijk mijn andere, ja, wat zijn het? Tentjes, kraampjes, markjes, dingetjes, hè? Frutseltjes en fratseltjes, friemeltjes en vroemeltjes. Zo. En dan die hier weer. Oeh, dit gaat wel een leuke zijn, hoor, hier op het hoekie. Oh, dan moet ik het pad alleen hier even aanpassen. Want ik wil hier natuurlijk ook nog van die palen zoals ik dat daar heb. Maar dat komt allemaal wel. Dan kan ik hier, dit gaat perfect uitkomen trouwens. Dat moet je zien. Als ik dan gewoon deze hier zo bouw, dat ik dan dit kan doen. Ja, dit ziet er leuk uit. Laten we dit kraampje even afmaken. Oké, het kraampje staat. Althans, nee, ik mis nog 1 klein detailje. Hier en hier natuurlijk. Zo, daar staat het kraampje. Heb ik die nou... Ah! Oh mijn god, ik heb dit gat nog steeds niet gedicht. Waarom heb ik deze zo gek geplaatst? Die kan ik toch gewoon leuk hier zo doen, in plaats van eentje lager. Zo, dit ziet er toch veel leuker uit. Ja, het is een McDonald's kraampje. Rood met geel. Maar goed, nu moet ik alle leuke extra details erbij plaatsen. Oké, dan plaatsen we hier natuurlijk wat leuke dingetjes hier en daar. Gewoon wat leuke details weer. Zo, en dan hier nog met een barrel erbij. Met de dingen tegenaan. Oh, dat is misschien te veel. Een flowerpotje hadden we nog. Kunnen we er leuk op plaatsen. Plaatsen we hier nog een flowerpotje. In de ene douwen we de dark oak sapling. En in de andere douwen we deze. Kan er nog een leuke furnace bij. Misschien zelfs hier de stone cutter. En dan natuurlijk nog een beetje, hoe noem je dat, carpets voor de sfeer. En ook gele carpets erbij, maar niet te veel. Moet het subtiel houden. Die weg zelfs. Zo. Ja, kijk. Signs misschien. Oeh, wacht eens even. Misschien mist dat wel hier aan deze kant. Signs, zo. Oh, dat is heel leuk. Ja, 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 ja. Dat miste hier nog. Dat miste gewoon. Ik weet niet waarom, maar ik vind het echt geweldig, die signs erop. Hoppakee. Dan nog wat leuke details erbuiten. Zoals een barrel hier. Met daar een ding tegenaan. Hier moeten nog leaves in. Hier doen we wat boekenkasten. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik gewoon leuk. Kijk dan hoe leuk dit eruit ziet. Wat een gezelligheid. En hier komt 100% een kruiwagen. Of iets. Of een kruiwagen, een koets. Een weet ik veel wat. Een farmerskoets met hooibalen erop. Dat gaan we gelijk maken. Voordat ik dat doe, moeten hier leaves in. Want dat had ik gezegd dat ik dat ging doen. Oh, daar. Huh? Ik had dacht dat ik hier ook leaves deed. Huh? Waar had ik dat nog meer gedaan? Had ik maar 1 plekje voor leaves. Nou, het zal wel. En even tot slot wat belichting. Want stel het wordt donker, dan is het donker. Is ook niet handig, hè? Die doen we leuk hier dat je ze ziet. Hoppa. Nou, wat een gezelligheid, hè? Ik denk dat ik de koets, net zoals mijn koets hier, van ander hout ga maken. Kijk, van dit hout. Een beetje dezelfde kleur als barrels, weet je? Dat is spruce hout. Hoe doet de beste man het trouwens? Oh, dat ziet er al goed uit. Hij is al een heel eind. Oh, dat ziet er toch veel beter uit, de kerkbel. En die... Is dat een goede kleur? Ik ga even bij hem kijken, hoor. Volgens mij is dit een goede kleur, toch? Of niet? Ik dacht dat ik deze kleur wilde. Ja, dit vind ik prima. Dit is een mooie kerkbelkleur. Kijk, je kan hem ook helemaal in die doen, maar dat is net niet mooi. Waar is hij trouwens? Is hij nou net toevallig naar het plein gegaan? Oh mijn god, daar heb je hem. Waarom neem jij dat dingetje mee weer? Waarom? Hallo? Hij wilde me natuurlijk op het plein meeten. Hij is wel vastberaden. Hallo, welkom op het plein. Hey. Waar ga je heen? Meneer. Robin, ik bedoel, nee. Wat was je naam nou? Frederik. Hallo, moet je niet betalen? Frederik? Moet ik niet betalen? De werkdag zit erop. Ik kom terug voor een volgende klus. En dan komt de eindrekening wel. Oké, je mag ook hier overnachten. Wil je hier overnachten? Ga je heen? Hallo? Ga je heen? Niet zo snel. Kom terug.
Hallo, dat huis is, daar kan je niet overnachten. Dat is een steenhuis. Daar kan je niet wonen. Ik heb een huis voor je, kom maar. Hier mag je overnachten. Dat kleine huisje daar, zie je? Daar mag je wel even tijdelijk leven. Goed, alles beter dan niets. Voel jezelf thuis? Ik hoor je wel weer een keer verschijnen, oké? Okay? Ja, zeker. Arr. Ik heb ook geen idee, jongens. Echt. Hij woont daar tijdelijk, prima. Goed, meneer. Oh, ah! Jesus Christ! Ik was... Oh, mijn ik was daar op zoek daar en ineens sta je hier. Ja, ik was hier even door het raam aan het gluren. Daar woont Floor. Dan zal ik hier vaker terugkomen. Oké. Ik had een paar vraagjes nog aan u. Nou? Klopt het dat ik een trap van klei heb? Geen bed, geen bank of stoel, geen tafel, geen helemaal niks. Wat mij betreft mag je zelf daar je huis in richten. Gaan we doen. Oké. Succes, Jonathan. Ik bedoel... Frederik. Oké, ik wil hem in de lengte hebben, zoals dit. 1, 2, zo. Ik denk dat dit... Nou, misschien eentje meer hierheen nog. Dat iets meer ruimte aan deze kant is. Dit zijn de wielen dan. Dan wil ik wel de buttons aan het einde van de wielen van wel dark ook hebben. Anders vallen ze eigenlijk niet zo goed op. Dan moet ik even kijken hoe ik dit ook alweer gedaan heb. Volgens mij een beetje op deze manier. Nee, ik had hem gedaan. Zoals dit. En dan dit hierop. Slaps vervolgens hierop. Hier ook slaps. En dan hier doe je de... Ja, weet ik veel hoe dat heet. De kar, als het ware. Zo, hier zitten de paarden aan. En dan alleen nog maar signs. En die heb ik niet. Natuurlijk heb ik die niet. Geen zorgen, jongens. We kunnen ze gewoon maken. Niet in de stress raken gelijk met z'n allen. Hè, je ziet hoe kalm ik blijf. Jullie kunnen ook kalm blijven. 1, 2, 3. 1, 2. Nee, dit is verkeerd. Ah, alles wat stuk. Volgens mij deed ik hier dit. Zo. Ja, kijk, dan heb je echt een kontje. Zie je? En ik weet dat we allemaal wel van kontjes houden. Hoppakee. Nu moet er alleen nog hooi in. En ik denk, uiteindelijk wil ik die weghalen. Dus dat ga ik ook gewoon vast een beginnetje aan maken. Ik ga al dit hooi hier weghalen. En dan ook gewoon niet terugplanten. Misschien is dat wel een goeie om er gewoon eindelijk een keer een beetje aan te beginnen. Laten we ook gelijk even spieken bij Frederik hierboven. Wat hij aan het doen is. Hij mag zeggen, hoe heb je dat door? Hoe heb je door dat ik er alweer aankwam? Ik hoor alles. Oh my days. Ik ga gewoon verder met mijn... We gaan gewoon snel verder, jongens. We laten Frederik gewoon lekker met rust tot nu even. En dan kan hij gewoon zijn dingetje doen. Ik denk dat hij mij dan ook wel met rust laat. Gok ik? Hoop ik? Ik weet het niet. Ik heb ook wat meloenen nodig. Want dan kan ik gewoon ook meloenen opstapelen. En pompoenen en zo. Heb ik allemaal nodig. Oké, jongens. Nu ik dit gewoon helemaal leeg heb gehaald. Mogen jullie gelijk even laten weten wat jullie hier willen. Ik dacht eraan, omdat dit zo dicht bij het marktplein hier in het midden zit. Dat we dan een pad hierheen kunnen maken. En in plaats van hier een huis bouwen. Dat we dit dan ook nog even wat platter maken. Weer met die standaard muurtjes die we daar gebruiken neerzetten. En dan hier het dierenverblijf of zo maken, weet je? Ik vind het wel een leuke plek om hier denk ik wel gewoon dus een overkapping. Maar een soort boerderijachtig dierenplekje. Want dan kan ik Dikkie Dik en allemaal andere dieren zo kan ik daar even kwijt. Ik vind het een beetje lullig dat zij zo afgezonderd zijn in de kasteelmuren daar. Ik denk dat het wel leuk is als hun ook gewoon een beetje hier bij de rest kunnen zijn, hè? Maar als jullie een beter idee hebben dat ik daar iets kan doen. Nou, laat het dan vooral lekker weten, joh. Maak je geen zorgen. Geen antwoord is een slecht antwoord. Behalve als je een slecht antwoord hebt, dan is het gewoon een kut antwoord. Alright, dan gaan wij wat hooi erin. Indouwen. Ik denk in de middelste. Ik krijg hem niet stuk. Weet je wat? We bouwen wel gewoon zo. Oké, hier wat hooi. Misschien dan in deze hier ook wat hooi. En dan zo opgestapeld. Moet die sign even terug. En dan nu hier is ook gewoon wat hooi neergelegd. Dat is denk ik ook wel leuk. Misschien zelfs eentje in de grond, waardoor het een beetje echt meer diepte krijgt. En dan... Gast, ik... Hoe... Stop daarmee. Stop daarmee. Je bent ineens achter me staan. Goeiedag. Goeiedag, zeg het eens. Ik ga voor mijn... middagdrietje. Ja? Dus ik wens niet gestoord te worden. Morgen weer een nieuwe dag. Oké. Nieuwe werkdag. Prima. En dan kan je even mededelen. Wat? Fijne dag. Duidelijk. Ja, dat moet ik ook dichtmaken. Fijne dag, Frederik. Dankjewel. Wil je niet weten hoe ik heet? Dat is het weetje, want je bent gewoon Robin. Wat ben je? Huh? Oh, daar ben je. Volg me niet. Nou, we wensen Frederik een hele fijne dag. Oftewel Robin. Kom mee. Je ging toch een middagdutje doen? Ja, ga ik zeker doen. Maar hoezo moet ik dan mee? Je zei dat ik je met rust moest laten. Nee, ik wens niet gestoord te worden. Ja.
Is dit niet storen? Nee, ik vraag het je nu toch zelf. Oh, oké. Okay. Je moet ook nog een trap. Niet betreden staat. Ja, er moet nog veel gedaan worden. Oh nee, er staan allemaal lelijke kleurbordjes. Oh nee, wat heb je gedaan? Is nee. Het hier? Wat? Ik ben hier nog in renovatie, ja. Oh, ja, oké, okay, prima. Ik ga hier in mijn vrije tijd mee verder, ja. Dus het gaat allemaal niet zo snel. Nee, prima, prima. Neem maar goed, je tijd. Dan weet je in ieder geval de stand van zaken. Alle ramen zijn dichtgetimmerd. Ik zie het. Waarom heb je al de ramen dichtgetimmerd? Sorry, ik betreed je terrein. Dit is mijn huisdier. Ja, dat had ik door. Willy Snoer. Willy, ik heb ook een Willy in mijn dorp. Nou, dan heet jij vanaf nu anders. alleen Snoer. Alleen Snoer. Oké, okay, dat is gewoon Snoer. Ja. Mag ik, ik mag niet binnenkijken. Nee, ik ga voor mijn middagdutje. Tot de volgende. Dag, dankjewel, Frederik. Joejoe. Alright, nu Frederik lekker zijn middagdutje aan het doen is, wat eigenlijk avond is, wat ik een beetje vreemd vind, dacht ik eraan om dit plein even helemaal af te maken, maar natuurlijk met een leuke timelapse. Ik dacht, ik kan dit ook wel natuurlijk gewoon zoals nu het hele plein volbouwen en laten zien wat ik bouw. Maar ik heb jullie wel nu die en deze laten zien. Dus je hoort het al aan de muziek. De rest van dit plein gaat er heel prachtig en mooi uitzien. In 3, 2, 1... Goed, dames en heren, appels en peren. Daar zijn we weer. We keren terug naar een lange timelapse, want het heeft me best wel veel werk gekost. Want ik moest allemaal details gaan zoeken, uitvinden wat leuk zou zijn om te plaatsen. De comments lezen, ik ben andere servers gejoind om te kijken hoe mensen soms straatdetails bouwen en zo. Want ja, het is natuurlijk leuk om zelf te bedenken, maar sommige dingen zijn zo specifiek bedacht dat je ook gewoon niet weet soms wat je moet maken. Maar ik vind dat het echt heel leuk is geworden. Ik heb heel veel leuke details geplaatst. Een leuk restaurantje gedaan. René loopt hier als het goed is rond. Hallo René. Want de kraampjes die we gemaakt hebben, jongens, zoals deze. Dat was we, die ik gemaakt heb. We hebben samen gemaakt. Jij en ik. Ik heb tegen Nathan, Floor en René gezegd dat ze allemaal een kraampje als ze willen mogen claimen. En daar gewoon dingen verkopen. Nathan heeft bijvoorbeeld deze geclaimd. Die verkoopt bricks, melons, wool en chests. En kijk, als je dan hier binnen ook kijkt, hier heb je gewoon alleen maar bricks. Hier heb je alleen maar melons. Hier heb je chests en de wool. Die kan ik nog niet vinden. Ik denk dat hij die nog moet plaatsen. Hoe chill is het dat hij het gewoon verkoopt? Hier ter plekke. Dan hoef ik niet helemaal naar het winkeleiland, maar kan ik gewoon hierheen. Kijk, René gaat ook dingen verkopen. Halve stack, 1 dia. 1 stack wortels, 1 dia. Rini en Floor food storage. Ja, dat rijmt. Wat? Rini en Floor food store. Oh, ik vind het leuk. Rini en Floor food store. En je verkoopt alleen nog niks. Nee, ik heb het bijna, maar ik... Ah, je moet nog even kijken. Ah, leuk dat je ook je dingetjes gaat verkopen. Dat is gewoon chill. Dan kan ik gewoon... hoef ik niet helemaal naar het winkeleiland voor dat soort dingen. Dan kan het gewoon hier op mijn markt verkocht worden. Dus ja, dit marktje heeft ook nog gewoon een nut in plaats van dat het alleen voor de sier is. En wat ook echt heel leuk is... Robin en ik hebben wat leuks toegevoegd aan de server. Wij dachten van, nou, weet je, ik heb dit nu leuk gemaakt hier, dit leuke pleintje, maar ik kan niet echt lekker zitten aan zo'n tafeltje, weet je. Dus wat we nou toegevoegd hebben, is als je klikt op een ster, hoppa, dan ga je er gewoon op zitten en dan zit je daadwerkelijk gewoon aan een tafeltje. Hoe leuk is dit? Ze hebben een gezellige date. Wat leuk. Enige hier op het plein is dat de trap is helemaal verpest. Dus die moet ik eventjes opnieuw maken. Moet ik waarschijnlijk even wat lager maken. Maar ik denk alsnog, of even goed, dat ik dit gedeelte hier toch wat anders wilde maken. Wat zeg jij? Wat doe je? Hallo, waar kan ik jou mee helpen? Je zit ook echt op de grond. Ja, ik had niks te doen, dus stil even. Heb jij eten voor me? Maar trouwens, ik heb wel nog. Maar er moet eigenlijk even een energy chest staan. Ik weet niet of jij die hebt. Ik kan er wel eentje maken. Dan kunnen we hier op het plein ook gewoon energies gebruiken. Moet je dan ergens hier in het midden plaatsen. Dat is in het midden ergens. Gewoon waar het hele plein kan gebruiken. En dan tot slot, jongens, heb ik ook heel
heel verdrietig nieuws. En elke aflevering is er wel een beetje verdrietig nieuws. Maar vandaag, dit doet me echt pijn om te vertellen. Dit doet echt pijn. Maar daar komt hij dan. Ik liep hier en ik dacht, ik ga even kijken hoe het bij mijn villetjes daar is. Bij Frank. Nou, Frank was lekker binnen in zijn dingetje. Dus ik denk, hé, waar is Barry? Waar is Barry de blacksmith? En ik loop naar binnen en Barry is weg. Dus ik heb overal, door de hele stad, heb ik overal gezocht naar Barry. Naar Barry de blacksmith. Maar ik kan hem nergens vinden. Dus ik was echt, ik dacht van, nee, Barry, hoe ben je nou vermist? Dat is trouwens de enige plek waar ik nog niet heb gekeken. Maar ja hoor, hier is hij ook niet. Ik denk, nee, Barry. Ik vond het zo stom, van waarom is Barry nou weg? Maar dat is niet het hele verdrietige van het verhaal. Tijdens het zoeken kwam ik erachter. Hey, ik kan Willy eigenlijk ook nergens vinden. En toen kwam het besef, Willy is ook weg. Jongens, Barry en Willy zijn allebei gewoon spontaan verdwenen. Ik heb echt overal gezocht. Echt overal. Maar ze zijn gewoon weg. Nee. En ik weet niet waar ik moet zoeken. Als in, ik heb alles geprobeerd. Alles. Maar hoe kunnen er nou ineens twee villetjes weg zijn? Barry, dat is verdrietig. Maar Willy? Man, hoe kan Willy nou verdwenen zijn? Waar is hij? Jongens, laat allemaal even mogelijkheden achter waar Willy kan zijn. En Barry, in de reacties alsjeblieft. Help. Ik vind het echt niet leuk. Willy is de dorpsgek, jongens. Voor als je het niet weet, Willy die loopt rond door mijn dorp. Heeft hij altijd al gedaan. Barry is de blacksmith die gewoon lekker zijn ding doet. Hoe kunnen ze nou ineens allebei weg zijn? Ik heb letterlijk elk huis gecontroleerd. Behalve die, want daar mocht ik niet in. Nee, maar ja, het is echt een mysterie waar ze zijn. Het is echt een mysterie. Oké, jongens, ik heb item frames, sprue signs, red dye en glow ink sack. Ik ga er emeralds bij hangen, omdat dat natuurlijk gerelateerd is aan villagers. Althans, nee, Willy krijgt een emerald en Barry is een blacksmith. Dus Barry krijgt een grindstone. Die krijgt hij in zijn dingetje. Oké, laten we heel simpel eerst beginnen hier bij de ingang. Even kijken. Zo. Hallo? Ik kan ze niet plaatsen, ze zijn weg. Huh? Zagen jullie dat? Huh? Ze zijn weg. Oké, na relog heb ik ze terug. En ik heb even gekeken of ik het... Ja, kijk, ik heb het gefixt. Ik ben wel een goede YouTuber. Oké, hier is Willy. En hier is Barry. En dan doen we een bordje ophangen. Vermist. Barry, gewoon. Barry, de blacksmith. 10 dia voor... Ja, hoe ga ik dat doen? Vermist Barry, de blacksmith. 10 dia. 10 dia dinges. Je krijgt 10 diamonds als je hem terugvindt, jongens. Degene die Barry voor mij vindt, krijgt 10 diamonds. Vermist. Willy, de dorpsgek. 20 dia voor degene die hem terugvindt. 20 diamonds voor degene die Willy terugvindt. Jongens, oké. Dan gaan we het even door het dorp verspreiden. Die bordjes, dat mensen echt... Ik wil dat mensen dit zien en gaan zoeken. Dat wil ik echt. Wederom, gewoon 20 diamonds. Ik ga 20 diamonds geven aan degene die Willy vindt. We gaan ook één bij Floor's huis. We gaan bij iedereen's huis één hangen. Zodat ze, kijk hier. Zodat ze weten dat ze op moeten letten. Hier bij René der huis plakken we hem hier. En dan doen we deze weer voor Willy. Ik hoop dat het werkt. Ik hoop dat mensen dan als ze hem vinden, dat ze hem of misschien gaan zoeken zelfs. Maar dat ze hem dan terugbrengen naar mijn huis. Of naar waar Willy hoort. Om de prijs te betalen. Laten we bij Barry's huis ook gewoon even vermist doen. Zo, dit plaatsen. Want stel iemand wil naar Barry toe gaan om te gebruiken als villetje zijnde. Ja, en dan is hij er niet. Dan is hij misschien verward. Weet je, en dit kan in ieder geval... Oh, de Rini dag, we moeten niet in. Dit kan in ieder geval helpen met het onderzoek. Oké, laatste spot voor Willy. Ik heb nog maar één dinges. Hier lopen altijd mensen langs. Kijk, als het goed is, dit is het hoofdpad een beetje. Hier lopen altijd al mensen. Zoals ik het nou hier doe. Zo. Dit is ook een beetje Willy's plek. Die chillt hem altijd hier. Zo, dan hebben wij alle vermist bordjes opgehangen. Ik hoop dat hij snel wordt teruggevonden, jongens. Mijn beste vriend is vermist. Het kan niet. Willy, Barry, wat zijn jullie nou? Maar goed, jongens. Deze aflevering heeft alweer 2 dagen tijd gekost. Om dat natuurlijk de timelapse hier helemaal in elkaar te zetten. Althans, het viel wel mee hoeveel werk het was. Maar ik had het ook gewoon druk met andere dingen. Dus ik kon niet heel veel eraan werken. Maar volgens mij is deze aflevering wel weer lang genoeg. Dus we gaan hem afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als het zo was. En dan ga jij nu deze video kijken. Want dit is het vorige content Veendeel. Dus als je nou veel gemist hebt, moet je gewoon lekker deze kijken. En dan ben je weer helemaal up-to-date. Spreek later, luister, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.